Alpine onthulde gisteren als allerlaatste team de nieuwe auto voor 2023, namelijk de A523. En daarmee is er ook een einde gekomen aan de reeks teampresentaties voor het nieuwe seizoen. En Ronald, de eerste beelden van de nieuwe Alpine die waren natuurlijk al gelekt tijdens de filmdag op maandag in Silverstone. Ja. Dus ja, van een echt verrassingseffect kunnen we niet spreken. Hè? Nee, nee, ik moet zeggen, deze presentatie was ook een paar niveautjes minder dan die van uh, Ferrari. Qua energielevels uh, en enthousiasme in de zaal. Ja, maar qua dus alles. Ook, ook ja. qua dat, ja. die, dat die auto bij Ferrari meteen gebruikt werd. Uh, Ferrari is eigenlijk de winnaar van uh, launch season. Dat kunnen we Precies. bij deze wel concluderen, ja, denk ik. eens. Uh, maar goed, het was hier inderdaad een beetje minder. Maar die auto hadden we al gezien. Uh, maandag, Silverstone, shakedown, allemaal goed verlopen, zegt het team. Op zich wel opvallend hè, dat je al een shakedown doet voor de officiële presentatie aan. Dat gebeurt niet, uh, niet heel vaak. Uh, daardoor hadden we de auto al een beetje gezien. Hadden we ook de livery al een beetje gezien? Nou, die borduurt vooral voort op, op afgelopen seizoen uh, met een trend die overal te zien is. En dus ook bij Alpine, namelijk meer zwart, dus meer uh, gewoon naakt carbon om aan gewicht te kunnen besparen. Nou, dat zag je ook hier. Uh, en net als vorig jaar hebben ze ook twee liveries gepresenteerd. Hè? Uh, de ene is gewoon met het blauw van Alpine. Die gaan we het overgrote deel van het uh, seizoen zien. Uh, die andere is het roze van titelsponsor BWT, het Oostenrijkse waterbedrijf. Uh, en dat roze gaan we zien in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië. Dus uh, ja, we, de fans hebben twee keer iets om eruit te kijken. Precies. Uh, om dan even te beginnen met de auto zelf, hè, de A523. Wat hebben ze nou allemaal veranderd ten opzichte van vorig jaar? Ja, het team zegt dit is een, een evolutie en geen revolutie, zoals voor heel veel uh, teams geldt. Hè? Ik moet dus zeggen, die heb ik al vaker gehoord inmiddels. Ja, inderdaad. Dus tussendoorontwikkeling. doorontwikkeling. Uh, en als we dat van voor naar achter even doorheen lopen, technisch gezien. Ja, dat begint natuurlijk vooraan bij de, bij de voorvleugel en bij de neus. ...eigenlijk uh, zijn die allebei aangepast en een beetje in lijn met wat Mercedes ook heeft. Uh, kijk, Ferrari had iets heel anders. Ferrari heeft een neus die loopt niet meer door naar het hoofdelement. Het hoofdelement is bij Ferrari zwevend, maar die rust op het tweede vleugelelement. Uh, bij Mercedes loopt die wel door tot het hoofdelement. Nou, dat heeft uh, Alpine ook. Uh, voorwielophanging ook aangepast. Alpine had een pushrod, heeft voren nog steeds een pushrod... Daar is niks aan veranderd. Maar net als heel veel teams hebben zij de, de geometrie van de voorwielophanging veranderd. Dat wil zeggen, de Wishbones zijn anders gepositioneerd. En eigenlijk hebben ze daarbij vergelijkbaar met uh, Mercedes en ook McLaren. Uh, McLaren heeft een ander concept, niet helemaal vergelijkbaar. Maar al die teams hebben uh, boven het bovenste element heel hoog zitten. Dat heeft Alpine ook. Ferrari heeft hem juist lager gebracht. Nou, dat heeft Alpine niet gedaan. Dat is leuk, die verschillende filosofieën. Uh, maar op deze manier zit er een grote opening tussen de elementen. En daardoor hoopt Alpine door die opening zoveel mogelijk lucht richting de vloertunnels te kunnen, te kunnen dirigeren. Nou, weer iets verder naar achter kom je bij bodywork. Wat ook voor de mensen thuis het meest in het oog springt. Sidepods enigszins aan, onder handen genomen. Uh, maar het belangrijkste is de engine cover. Hè, de de motorkap met die uitstulping die je nu ook hier ziet. Uh, ook wel boekenplank genoemd, al hebben zij het iets minder heftig dan, dan Red Bull en Alpha Tauri. Maar ook hier is het doel om de luchtstroom naar achteren te geleiden. Beamwing beter te laten werken. Uh, en dus het hele aerodynamisch concept beter uit de verf te laten komen. Uh, en dan hebben we twee dingen, eigenlijk de twee meest interessante dingen, nog niet gehad. Dat begint met uh, de vloer, waar eigenlijk that where the magic happens, maar waar wij nog niet zo heel veel van kunnen zien. Uh, en wat betreft die vloer zijn natuurlijk de randen met 15 mm verhoogd, verplicht door de FIA. Door de uh, en teams doen er altijd een beetje geheimzinnig over. Ze willen eigenlijk nooit vertellen hoeveel downforce ze dan weer terug hebben ge gevonden, bla bla bla. Uh, behalve Alpine, want daar vertelde de technische directeur ook op het podium al heel uh, openhartig van jou ja, hoor. Maar jij al heel snel dat downforce verlies kunnen compenseren. Uh, en dat downforce verlies, dat schatte Via toch op een halve seconde per ronde. Dus dat is vrij fors. Uh, hebben ze meteen terug kunnen winnen. En nog meer dan dat. Dus dat was vrij uh, openhartig. En het meest interessante en misschien ook wel de, de grootste verandering is de achterwielophanging. Daar had Alpine een pullrod, dus een trekstang. Daar hebben ze nu een pushrod. En dat maakt de auto toch wel opzienbaar. wat zij hebben en voor en achter een pushrod. En dat zie je niet heel veel. Uh, nou, waarom achter een pushrod? Red Bull had achter al een pushrod vorig jaar. Uh, en het doel daarvan is vooral om a. gewicht te besparen, het is lichter. Uh, en b. om meer ruimte te creëren. Dus om de luchtstroom aan de achterkant van de auto veel meer vrij te maken. Uh, nou, daar gaat veel tijd, moeite, geld, werk in zitten. Maar dat heeft Alpine er allemaal voor over gehad. Uh, en dan moet dit jaar dus zijn vruchten gaan afwerpen. Precies. Vooralsnog zijn ze allemaal heel positief. Uh, ja. Dat gaan we dan later allemaal zien. Uh, ja, vorig jaar was het natuurlijk een uh, nou, niet fantastisch jaar. Ze hebben vrij veel uh, uitvalbeurten gehad. Hoe lijkt dat nu? Zijn al die problemen nou echt verholpen? Voor zover ze dat kunnen zeggen natuurlijk. Ja, ja precies. Nee, daar denken ze zelf van wel. Uh, vooral Alonso was vorig jaar natuurlijk heel vaak de, de, de pineut. Precies. En, uh, eigenlijk zat Alpine een beetje in hetzelfde schuitje als Ferrari. Namelijk beide merken hadden qua puur vermogen, qua pk, hadden zij een, een achterstand. Dus zij moesten risico nemen. Nou, Ferrari heeft alles op vermogen gezet. Uh, Alpine heeft dat in Fieri, waar de, de motorische tak zit. Hè. Chassis zit in Endstone, de motoren in Fieri. Hebben ze dat in Fieri ook gedaan. Uh, alleen dat kwam ook tegen een prijs, net als bij Ferrari, ook DNF's uitvalbeurten. Uh, waarbij wel de nuance moet worden gemaakt dat het bij Alpine meerdere keren in de waterpomp zat. En niet zozeer in de, de motorcomponenten zelf. Uh, maar goed, het, het resultaat onderaan de streep is hetzelfde. Uh, namelijk een Alpine en vaak Alonso die, die, die stilstond. Nou, daar hebben ze met toestemming aan de FIA aan gewerkt. En om jouw vraag te beantwoorden, ja, ze zijn hoopvol. Uh, Want zij zeggen op onze testbanken in Fiori hebben wij wat daar qua vermogen haalbaar is, maximaal gedraaid. Uh, ook lang maximaal gedraaid en geen enkel probleem. Nou, zal je net zien dat ze komen in Bahrein na een eerste testdag, gelijk malleur. <laughs> zeker bij Renault, dat is niet lullig bedoeld, maar je moet wel drie, vier uh, slagen om de arm houden bij dat team. Maar zelf zeggen ze: van nee, wij hebben eraan gewerkt met instemming van de VIA. Dus het zou goed moeten zijn. Met de nadruk op het woordje moeten. Ja, precies. Laten we dat voor zo hopen, in ieder geval. Ja. Um, dan qua line-up. Dit jaar zien we natuurlijk een nieuw gezicht binnen het team. Alonso is vervangen door Gasly. Uh, en daarmee hebben ze ook een volledig uh, Franse line-up. Ja. Um, maar goed, die line-up is natuurlijk niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Hè? Nee, nee, sowieso niet. Uh, ik moest nog wat terugdenken aan bijvoorbeeld Hongarije, Budapest, waar ik dan bij was. En ik zat te denken: ja, als jij op donderdag toen tegen Otmar Safnauer had gezegd: van ja, volgend jaar. Uh, ...rijdt Pierre Gasly in jouw team... ...dan was je echt voor gek verklaard. Uh, al is het maar omdat Safnau... ...toen echt nog heilig ervan overtuigd was... ...dat Fernando Alonso gewoon zou blijven. Hè, de befaamde quote... ...Alonso gaat in Griekenland op een boot zitten... ...was helemaal niet zo. Uh, gaat op een boot zitten... ...we storen elkaar niet... ...en dan als hij terug is... ...dan is het zo in kannen en kruiken... ...en blijft hij bij ons. Nou, <laughs> bedankt. allemaal even ja, anders ja, op, die, ja. op, op die maandag na de race... Uh, ...persbericht. Nou ja, Alonso naar Aston Martin... Later op die dag, ik was heel pittoresk het centrum van Boedapest aan het verkennen. Uh, kwam die tweet van uh, wij gaan Piastri doorschuiven. Piastri reageren een paar uur later. Nee hoor, ik rij helemaal niet voor jullie. Hele saga natuurlijk. Uh, waar gisteren natuurlijk in alle season highlights van 2022 keurig niks over genoemd is. Ze hebben ze goed weg kunnen moffelen. Uh, nee, maar goed, eigenlijk was Alonso optie 1, Piastri optie 2. En kwam Gasly pas als optie 3 in beeld. Nou ja, 3 is uiteindelijk 1 geworden. Uh, en nog wel noemenswaardig daarvoor is, is dat uh, Alpine toch wel behoorlijk heeft moeten betalen aan, aan, Red, Bull, aan Red Bull Racing. Uh, of aan de Red Bull Concern. Helmer Marco zei in Zandvoort dat tegen mij. van Ja, wij praten met Alpine, maar het moet onder onze voorwaarden. Met andere woorden, zij moeten maar flink de portemonnee trekken als ze echt willen. Nou, dat is ook gebeurd. En het leukste van het geheel is nog Otmar Zafnauer. Die dan zei van, ja... Weet je, het is ook opgespeeld natuurlijk naar de, naar de Contract Recognition Board. Hij zei nou, achterna, maar goed dat wij die zaak verloren hebben. Uh, want nu, met Gasly erbij, is onze line-up sterker dan dat hij met Piastri was geweest. Uh, ik moet er wel een beetje om lachen, omdat ik denk: van ja, weet je, je hebt een toptalent als Piastri zelf opgeleid, heel veel geld ingestoken. Um, voor de korte termijn heeft hij misschien gelijk, maar voor de lange termijn zie ik heel veel in Piastri. En dan kan je toch niet heel blij zijn als teambaas, als zo iemand gratis de deur uitloopt. En nu voor de concurrent gaat rijden. Maar goed, Otmar weet het nog net ietsje anders uh, te masseren. Ja, een beetje een politiek correct antwoord natuurlijk. Ja, maar goed. ja ik kan het ook niet anders. Uh, hoort er ook bij, hè? bij de familie Ja, formule 1. ja dat is waar. Ja. <laughs> um, nou goed, voor Gasly was het natuurlijk een flinke switch hè? na al die jaren bij de Red Bull-familie. Ja. In hoeverre is hij nou klaar voor deze nieuwe uitdagingen bij Alpine? Ja, wel. Ik, ik moet kijk, eerlijkheid gebied te zeggen dat, dat Gasly er ook wel aan toe was. Uh, zeker de afgelopen jaren werd hij ook wel een klein beetje uh, gefrustreerd, was ik overal wel aan te merken. Uh, Boordradio's, maar ook uh, media-uitlatingen en zo. Hij heeft volgens mij uh, 386 keer gezegd: van ja, ik heb genoeg gedaan om weer een nieuwe promotie te verdienen naar Red Bull. Nou, daar loeide hij ook op. Uh, maar ja, toen het uh, nieuwe contract van uh, Sergio Perez wereldkundig werd, ja, toen was eigenlijk de moed helemaal in de schoenen gezonken dat hij dacht: van ja, ik ga niet meer bij Red Bull Racing belanden, op korte termijn niet. En misschien wel nooit meer. Uh, dus dan is dit, hem laten gaan buiten het Red Bull Concern... voor alle partijen, denk ik, uh, de beste oplossing. En verandering van Spijs doet eten, zeggen ze. Dat geldt ook wel uh, een beetje voor, uh, voor Gasly. Ik sprak hem bijvoorbeeld na de bandentest in, in Abu Dhabi... Uh, waar hij dus voor het eerst in de Alpine mocht stappen... Nou, toen kwam hij ook dol enthousiast uit die auto en zei hij van ja, mijn eerste indruk van het team is nog beter dan dat ik had uh, durven dromen. Ze pakken dingen hier heel anders aan dan bij AlphaTauri en ik heb er volledig vertrouwen in dat we, dat we succes gaan boeken. Nou, dat moeten we nog zien. Uh, maar hij was na meer dan vijf seizoenen bij, uh, bij het Red Bull Concern wel toe aan wat anders. Dus in dat opzicht uh, valden de puzzelstukjes goed op hun plek. Ja, precies. Maar goed, als we kijken naar die line-up, uh, we weten eigenlijk allemaal wel dat uh, Gasly en Ocon in het verleden geen beste vrienden waren. Dat is waar. Uh, ja, hoe lijkt die situatie dit jaar? Nu ze gaan samenwerken, of ja, moeten gaan samenwerken, kunnen we wel zeggen. Ja, nou, ja, ja. eigenlijk wilden ze allebei uh, niet echt een groot punt van maken. Gasly zei bijvoorbeeld van ja, daar gaat het veel te veel over. Uh, en Ocon had na de, na, na de presentatie van gisteren nog een, nog een mediasessie. En daarin kwam dat als eerste, als eerste uh, ter sprake. En toen zei Ocon, van, nou is dat nou werkelijk waar de allereerste vraag die ik in 2023 weer moet beantwoorden? Uh, met andere woorden, beide, beide mannen zeggen van ja, dat kunnen we achter ons laten. Uh, Ocon zei trouwens wel, het klopt, beste vrienden zullen wij nooit meer worden. Dat was wel uh, interessant. Uh, maar hij zei, wij zijn professioneel genoeg om het teambelang voorop te zetten en om, uh, nou, om elkaar niet in de haren te vliegen. Dus dat vond Ocon niet zo belangrijk. Nu we het over Ocon hebben, wat hij wel heel belangrijk vond en wat ook heel belangrijk is, uh, is dat hij afgelopen winter best wel behoorlijk ziek is geweest. Ocon vertelde zelf: van ja, ik heb een, een virus in de, in de longen gehad. Uh, en daardoor heb ik anderhalve maand niet kunnen trainen zoals normaal. En heb ik ook anderhalve maand niet mijn normale fitness levels gehaald. Nou, dat is voor een Formule 1-coureur natuurlijk uh, verschrikkelijk lastig in een periode waarin je je helemaal moet voorbereiden. Maar zei hij uh, complimenten aan alle mensen om mij heen, mijn team en, en iedereen die mij bijstaat. Uh, want zij hebben mij daar ook weer bovenop gekregen. En nu met een intensief trainingsprogramma ben ik net zo fit als vorig jaar. Dus hij hoopt dat hij er geen enkele hinder van ondervindt. En uh, laten we dat ook absoluut hopen voor, uh, voor Esteban. Ja, precies. Dat uh, hopen we inderdaad allemaal, denk ik ja. wel. Uh, om dan af te sluiten. Hè. Alpine uh, is vorig jaar natuurlijk op P4 geëindigd in de WK-stand. Wat is nou het doel voor dit jaar? Uh, ja, nou, dat doel dat, dat voor dit jaar valt in een, uh, in een uh, breder plaatje. Uh, Alpine staat bekend om de plannen, hè? vooral met Abitable. Die maakte uh, 50 plannen per jaar ongeveer. Die belanden allemaal in een la en daar hoorde je nooit meer iets van. Uh, nou, Abitable is weg, die zit nu bij Hyundai. Maar uh, plannen zijn er nog steeds. Zo hebben ze nu een 100 races plan. Dat plan is vorig jaar inge ingegaan. Uh, dus ze hebben nu, zei maar ook, we hebben nog ongeveer 80 te gaan. Nou, dat plan komt idealiter dus uit in 2026, dan staat de teller op nul. Uh, en dat plan moet leiden tot een wereldtitel na 100 races. Dus dan moeten ze een wereldkampioen worden, of in ieder geval serieus mee kunnen doen voor de wereldtitel. Nou, dat, dat is vrij uh, ambitieus. En daar horen ook, daar horen ook uh, ambities bij voor, uh, voor dit jaar. En die ambitie is progressie, een stap maken. Uh, minimaal weer P4 bij de constructeurs, dus best of the rest. Maar nu komt het. Uh, daarbij, als ze vierde eindigen, moet het gat naar P3, dus naar de top drie, kleiner zijn dan het gat naar P5. Dus kort gezegd, ze moeten dichter bij Red Bull, Ferrari, Mercedes komen. En ze moeten McLaren achter zich laten. Uh, en voegde Luca de Meo toe: daar moeten ook nog een paar podiumplekken bij komen. Dus dat lat ligt. Uh... Aanzienlijk hoog voor Alpine. Of dat reëel is, weet ik niet. Durf ik misschien wat te betwijfelen. Maar goed, je moet ergens mee beginnen. Je moet ook ambitie hebben. Anders wordt het sowieso niet. Dus ja, ik wens heel veel succes vanaf deze plek. Ja, de tijd zal het leren. En het ho ja. hoort er ook wel een beetje bij natuurlijk. Hè? Al dat optimisme aan het begin. Ja, van het gevoel, is dat is bij elk team natuurlijk wel zo. Ja. 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 Nou, tot zover de Alpine presentatie. Dank je wel, Ronald. En ja, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van, uh, ja, alle tien presentaties. Maar niet getreurd, want morgen zijn we alweer terug met een nieuwe speciale F1 update. Hou dus vooral ons kanaal in de gaten. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag. Tot morgen.